de restauratie van het Elisabeth Samsonhuis aan de Wagenwegstraat kan beginnen. Volgens voorzitter van de stichting Elisabeth Samson, Cynthia McLeod, is de donatie van stichting Kirpelani van $25.000 genoeg om een mooie start te maken aan het traject om het gebouw weer in zijn oude glorie te brengen. De eerste fase van de restauratie had ongeveer $325.000 kosten. En die $325.000, dat hebben we nu. Dus kunnen beginnen. Er kan alvast een aanvang gemaakt worden. Met de eerste fase kunnen we beginnen. Maar voor de afbouw hebben we nog nodig $650.000. Ja. Dat hebben we nog niet. McLeod zegt dat zij hoopvol gestemd is dat meer organisaties ertoe over zullen gaan tot doneren om de restauratie volledig uit te voeren. Het gebouw is in januari van dit jaar gekocht door de stichting. Het monumentaal pand werd in 1742 gebouwd door de eerste miljonaire op het westelijk halfrond, Elisabeth Samson. Maar eigenlijk zouden een heleboel andere organisaties, instituten, bedrijven, zouden dit kunnen doen met die gebouwen die er zo slecht aan toe zijn en bijna op instorten staan. Cynthia McLeod, voorzitter van de stichting Elisabeth Samson. Ze zeggen dat het uiteindelijke doel is om een museum te maken waar een ieder kan ervaren wat de ontwikkelingen waren rond het monumentaal huis. In het pand was jarenlang het ministerie van Arbeid gehuisvest.